Dit is grappig om zo te zien. Ik zei toch, ik zou content nog maken, jongens, voor jullie. Zei ik toch al. Het is nu alweer, zoals je kan zien, achter mij 11:30. Ik ga een bord pakken. Goedenavond allemaal, welkom weer bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Karen en Roderick, Roderick en Karen, ja dat zijn wij. Het is vandaag zondag 2 juli 2023 en het loopt nu tegen 8:30 aan. Ja, ik weet het, ik begin wel heel laat. Ja, I know. Maar ja, ik had gewoon even lekker veel slaap nodig. Ik heb lekker ook inderdaad de hele dag op bed gelegen. Ik was echt gewoon... back af en dan ben ik nou nog steeds van de hele week in een helder. Dus ik neem ook gewoon even de pas op de plaats om een beetje rustig aan te doen. Ja, sorry, mijn excuus. Eigenlijk. En ja, ik ga er toch nog weer wat leuks van maken. Ik weet niet wat, ik weet niet hoe, maar dat komt wel goed. Ik wens jullie gewoon heel veel kijkplezier bij deze gloednieuwe vlog. Nou, ik heb Roders nu even aan de telefoon. Leuk. Die is namelijk even bij de Jumbo in... de lokale supermarkt hier ook weer ergens in de buurt. Want bij de mal is hij dicht. Ja. Dat is leuk. Dit is grappig. Dit is gewoon even grappig. Ja, als je die kant op gaat inderdaad. En dan weer de andere kant op. En dan heb je dus de bak. Nee, 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 de andere kant. Nee, nee, nee. Je gaat achteruit. Hè? Nou, lekker veel. Nou. Nou, als je dan nu weer richting de chips toe gaat... Nee, nee, nee. Richting de chips toe gaat lopen. Nee, hoef ik niet. Nergens nodig. En die ook niet. Die ook niet. Allemaal niet in wat daarin zit. Hoef ik allemaal niet te hebben. Wat? Nou, hoe en hoe duur is die? Neem hem mee, dan krijg je het van mij. Ja, toch veel. Krijg je van mij? Ja, kom ik maar brengen dan. Hahaha, ha, ha. Nou als je het gewoon pakt, dan krijg je het van mij. Ik betaal. Ja, maar dan. Doet het niet. Dan ben je zo duur. Nou. Doe eens lief. Doe eens lief. Nou, dus Roder gaat nu eventjes lekker boodschappen doen. Ja, en goud. Oké, Roderick die heeft dus een naturel zakchips. Die is 1,30 uit mijn hoofd. En dan 1,29. En dan staat hij dus hier bij Pringles. Die is 89 cent. En dan krijg je zo'n klein rotblikje. You kidding. En dan hoeveel gram zit erin? En die blikjes? 40 gram. En in mijn zak chips zit er hoeveel? 250. Nou, joepie. Wat een verschil zeg. Oh, humor dit. Ik neem nog een zakje 84 cent mee. Ja, prima. Dus als jij die wil hebben, prima. Dat weet je. Ik
75. Nou, prima toch? Als jij die wil hebben, prima. Ja. Ja, jullie zien het goed. Helemaal lekker. Ben ik aan het filmen? Een winkel? Ja. Maar mag dit? Ja, nu wel. Dit is grappig. Toet toet! Wil je graag langs? Je staat mooi op beeld. Ja, ik sta ook op luidspeaker, hè? En dit is weer een hele andere soort winkel. Hij is kleiner en hij is qua geluid ook anders. En ik vind hem niet zo fijn, maar dat was hij vroeger wel. Vroeger, hè schat? En hoe duur is hij? 1,95, oké. Okay. Ja, ja. Ja? Bij ons had dit veel. Hè? Bij ons veel duurder. Klopt. Ja, nee. Morgen even kijken bij je en bij de mall of zo, even kijken. Nou, ik heb mama ook aan de telefoon, alleen die staat nu eventjes op niet luidspeaker. Sorry voor mama. Ja. En dan gaat Rodos nu naar de kassa. Ja, oh, de brood ook al op. Jezus, Mina. Ja, ik moet nog eten. Hè? Er zijn nog een paar. Even kijken, waar zijn de zakjes gebleven? Nou, ik... Nee. En wat ga je halen dan nu? Gaat hij rampen? Croissantjes halen, geweldig. Of niet? Nee, croissantjes. Croissants gaat hij halen. Croissants. Omdat hij dat leuk vindt. Ja. Nou, Roderick die zit weer in de auto, zoals jullie kunnen zien, die is weer aan het rijden. Ja. Dit is grappig om zo te zien. Ik zei toch, ik zou content nog maken, jongens, voor jullie. Zei ik toch al. En dan hoef ik nog niet eens aan de deur uit. Maar ik maak toch content. Ja, ja. Cont en attent. Ja, content. Schat, heb jij een kont? Ja. Nee. Niet? En een tent heb je ook zeker niet, of wel? Ja, die heb ik wel. Ah. En dus je hebt geen content, dus? Nee, heb ik. Een persoonentent. Ah, een personentent. Aha, ja, oké. Okay. Huh? Uitgeleend. Huh? Uitgeleend en nog niet teruggekregen. Van wie? Ah. Ja, dat kan. Ja, oké. Okay. Maar ik bedoel gewoon van... Heb jij een kont? Ja. Heb je een tent? Ja. Nou, dan heb je content. Ja. En hoe noem je een man die altijd te laat komt en die wat later komt? Geen idee. Vertel. Een vent die later komt. Ja. Ja. Achteraf is dat allemaal zo makkelijk, hè? Oh, je rijdt daar. Ja, en dan rij je zo meteen aan langs de Aldi. De Aldi? Ja. Wat voor Aldi? Aldi is goedkoper. Waar is die dan? Even kijken, waar rij jij nu? Even kijken. Even kijken, oh, halt, ouw. Oh nee, niet. Nee, check. Nee, ja, en je rijdt erbij in bij de bloemenkiosk. Ja, oké. Okay. Kijk, ja, ook dat, ja. Bloemenkiosk. Bloemenkiosk en BL en voorbij. Oh, daar rijd ik niet aan. Ik ah. Ja.
Ja, ik zie alweer waar je rijdt. En dan ga je hier zo meteen recht toe. Ga je dan gelijk naar je moeder dan? Ja, naar Anderlecht. Ja. Hè? Nee, ik zat te slapen, maar ik ben net weer. Nee, daarom, precies dat. En dat is een beetje zonde, hè? Ja. Dus, dit is leuk. Nou zien jullie dus ook gelijk hoe en hoe rood ze rijdt. Dat is handig, ja. Wat doe je nou met je hand? Arm? Ja. Ah, ja, dat is beter. Zo. Aan te geven dat de tram echt niet door mag rijden met die drie rode lampen. Oh, hoe weet je dat? Dat mag echt niet. Zo, oké. Okay. Ja, maar hoe weet je dat? Nou, dat ik wel mag doorrijden. Ah, mag jij wel doorrijden? Ah, en jij bent weer een luxe man zeker, hè? Zeker, man. Ja, dat dacht ik al. Ja. En ik ben gelijk ook aan het editen, jongens. Deels aan het editen. En met Rowan bellen. Ja, precies. Wie is dat? Wat is er, meisje? Hé, wat is het dan? Wat is het dan? Ja? Ja, en dan? Ja, wat is het? Zo. Oké. Ga jij het vertellen dan? Ga jij het vertellen dan? Hé. Hey. Miepie? Ja? Ging jij vertellen dan? Oh ja, ging jij vertellen? Ja. Ja, dat weet zo, ja. Vertel het dan. Ga jij het vertellen? Nee, toch maar niet. Ja. Hé. Nee, ga zo naar de kant. Ja, meneer is een beetje afgevallen, hè? Ja, hè? Speedo. En wat moet jij? Hi. Lovely. Kijk eens. Cookie. Wil jij een cookie hebben? Er komt er nog één aan. Ja. Maar ja, ik heb wat in de oven gedaan. Ja. Hij begint nou een beetje bruinig te worden. Nou, bruin. Hij begint nou goed te worden. Nu pas. Ja. Dan heb ik hem op 200 graden. Ja. En heb ik hem daarop. Nou, kom dan. Hé, hey, kom dan. Lady. Hi. Goed zo. Dus ja, de heer is nog even nu even wachten op. Dus we gaan het zien of hij zo meteen lekker is.
Ben je mooi? Ben je mooi dan? Ben je mooi? Nee, met lief. Nou, ik zou zeggen, ik ga hierop wachten. En jullie zien het zo meteen het eindresultaat. Daar ben ik dan weer. Ik zei al nog dat ik een leuke content nog zou maken. Het is nu alweer, zoals je kan zien, achter mij 11:30. Ik ga een bord pakken, want mijn eten is klaar. Ja, mijn eten. Ja, ik heb hier een bord. Ja, en dan moet ik even een andere bord hebben. Zodat ik zo meteen kan snijden. Een beetje herrie maken. Ik vind het niet altijd even fijn, maar oké, maakt niet uit. Maar, ja, mijn eten is klaar. Ja, ik laat het jullie zien. Mijn eten is klaar, jongens. Oh, ho, ho, ho. Ik weet niet of jullie het heel goed kunnen zien, maar als ik geen zoomen, dan gaat hij niet en niet meer helder bij wezen, denk ik zo. Oh, kijk eens. Oh, wat ziet dat ding er mooi uit. Nou hoop ik ook dat hij nou nog eens een keertje lekker is. Dus, voor mezelf even, is een hele goeie. Op welke graad ik moet hem hebben. Als ik dus weer ga, nou, dat is dus deze 200. En op die hoogste. Ja, nou, dan krijg je dus dit, ka. Een hele goeie. Wat moet jij allemaal weten? Piepen. Wat? Wat? Ga lekker buiten liggen, kind. Ja, maar zo kan ik toch niet filmen. Ga lekker naar buiten moven. Kom, lopen. Jij ook, kom. Ga naar buiten, kom. Dames, kom. Witte, kom. B-E-A-U. Kom, naar buiten, kom. Doei. Ik ga deze openen. En dan hoop ik niet dat er een hele harde partij rook komt. Nee. Hoop ik ook niet. En dat mijn lens gaat beslaan. Ook dat hoop ik niet. Maar hij beslaat ook niet. Moet eens kijken hoe mooi hij eruit ziet. Nou, ik ga lekker eten zometeen, jongens. En dat om 11:30 midden in de nacht. Nou ja, nog niet eens midden in de nacht, maar wel om 11:30. Ja, precies dat. Ja, ik ga nou lekker eten. Echt wel. Ja. Dit is alweer namelijk de einde van deze vlog. Dus vond je dit nou weer een leuke vlog? Ik zou zeggen, abonneer even hier beneden. Doe het belletje aan, doe het duimpje omhoog en laat even gelijk like. Gelijk een leuke reactie achter. En dan ga ik weer zeggen, dank jullie wel voor het kijken. En graag tot morgen. Ciao.